Welkom. Thank you. Welkom. Welkom. Wij verwelkomen onze Diana-lid Edgar Sampi. En ik mag u zeggen dat ik veel bewondering voor hem heb. Niet nu, sinds toen hij jeugdparlementariër was. En hij en ik hebben toen Undubigiroko, Unotakdes aan het jaar. Ik ben blij met zijn ondersteuning. Welkom, broeder. Kijk, het feit dat ik vandaag hier, of mijzelf heb gedwongen om hier te zijn vandaag, ik moest in het binnenland zijn, is omdat ik uit betrouwbare bronnen informatie heb gehad dat er iemand belast is om Sampi te volgen. Ja, achtervolgen. Men vindt dat Sampi te breed naar buiten komt, die informaties die Sampi naar buiten brengt. De harde informaties dat Sampi. Dus kijk, men houdt niet van kritiek in het land. En het moment dat iemand kritiek levert, gaan ze proberen om jou te tackelen. En deze actie zie ik als een actie om mij persoonlijk te tackelen. Nadat ik die Pan-Amerika kwestie naar buiten heb gebracht, heb ik gezien hoeveel berichten op Facebook zijn geplaatst door fake accounts. Berichten als zou Sampi percelen hebben gehad op Sabaku of Sampi meerdere percelen heb gehad. Ik heb Atencio horen zeggen dat Sampi een van de corruptelingen zijn. Ik zie ze allemaal als een reactie op die Pan-Amerika kwestie. En ik ben ready voor alles. Ja, ik ben niet bang voor niemand in het land. Alleen de almachtige. Ja, daarom zie je, ik loop niet met beveiliging. Ik loop alleen. En ik voel me vrij om overal in het land te gaan. Zonder beveiliging. Niemand kan wat met Sampi doen. Ja, met de Sabdati. Het is niet gezond als het DNA-lid wordt gevolgd, hè? Ja, niet gezond. En ik volg ze ook. Ja, ik volg ze ook. Omdat ze door die stap hebben ze mij wakker geschud. Om meer zaken van hun te onderzoeken. En wanneer ik die zaken heb onderzocht, dan ga ik die zaken naar buiten brengen. Ik bleef alert. Natuurlijk. En zoals ik het heb gezegd, mijn abmi bigis ma san charmi. Mijn vrede niks. Ik ben voor eenmaal 24 uur alert. En ik volg die mannen ook. Ja. Meneer Sampi, u zegt dat u achtervallig wordt. Dit versterkt juist de geruchten dat u de klokkenluider bent. Nee. Kijk, zoals de VP heeft gezegd, er komt een moment waar de klokkenluider zal moeten verschijnen. De klacht die die persoon heeft ingediend, om die te verhelderen. En ik ben als, ik zeg het hier, er zal geen moment komen waar ik gelinkt of er bewijs zal komen dat ik de klokkenluider ben. Ik ben niet de klokkenluider, ik ben niet de indiener. En ik zou, ik doe mijn werk als parlementariër. Ja? De zaak is ingediend, ik heb gezien dat er te weinig aandacht aan wordt geschonken. Daarom heb ik via een medium de zaak helder naar buiten gebracht, zodat de samenleving weet wat de zaak is en hoe de zaak in elkaar zit. Maar u weet dus wel wie de klokkenluider is? Nee. Ik weet niet. Ik weet alleen dat er documenten zijn ingediend en die documenten zijn overal te vinden. Ik heb maar hoe krijgt u informatie? In de post of in een brievenbus? Oh, nee, via de media. Ja, alle brieven zijn overal te vinden. Ja, we hebben ook, onze e-mailadressen zijn overal bekend van DNA-leden. Zaken worden ook gemaild naar onze e-mailadres. Zaken zijn ook te vinden via Facebook. Zaken zijn ook te vinden via, ik zie dat Star News nu alle documenten publiceert. Dus via die medium heb ik die informatie gehad. Als laatste vraag, heer Sampi, u weet dat u uw voorzitter, ik dacht een jaar of twee geleden, ook bij de RVM aangaf dat hij werd gevolgd. En u geeft u dat aan zorgwekkend? Voor mij niet zorgwekkend, omdat ik niet te veel waarde hecht daaraan. Ik zeg het, VP is iemand die niet bang is en ik ben ook iemand die niet bang is. Soms zie je iemand lopen, soms zie je iemand praten, maar je weet niet wie die persoon is. En pas wanneer die persoon wakker schudt, dan ga je precies weten wie de persoon is. Ik zeg het hier, ik ben niet bang voor niemand in dit land. Begrijp je? Omdat ik me abmissani. En als die mannen ready zijn voor war,
Daar zijn we ready voor. Omdat de biggest massa charm is, maar ze hebben ook een hobby. Begrijp je dus? Binde. Begrijp je dus? Ik denk dat ze niet dat offensief zijn.